Ik ben hier in Aleppo, een stad in Syrië die enorm is getroffen door de aardbeving. En ik ben hier naartoe gegaan om te kijken wat we hebben mogen doen met al het geld, alle donaties die binnenkwamen als antwoord op die aardbeving. En ik heb mogen zien hoe mensen in heel moeilijke omstandigheden zitten, nog steeds. Ze zijn hun huis verloren, ze hebben een onzekere toekomst. Maar ik heb ook mogen zien hoe uw hulp ontzettend veel verschil heeft gemaakt. Mensen kregen eten, dekens, verwarming. Ze kregen onderdak. En dat was allemaal mogelijk door uw steun. En daar wil ik u ontzettend voor bedanken. Dank u dat u er bent voor de mensen in Syrië, die al zo lang lijden onder conflict, onder moeilijke omstandigheden en ook nog eens een keer onder deze aardbeving. Met uw hulp hebben we een verschil mogen maken. En we gaan door. We blijven de mensen van Syrië steunen, want dat hebben ze heel hard nodig. En dank u dat u daaraan bijdraagt.